Moenie dat hierdie stil strate jou mislei nie. Kultuur groei welig op baardskeerdersbos. Wanneer daar skaapkop gebraai word, maak hulle musiek. Wanneer daar rammiekap gespeel word, is die instrumente weer daar. En wat het al sommer in die kombuis gekuier word, sing hulle ook. Loop jou na loop, dit is die na nene vier. In die middel van al die geselligheid sit die lede van die Baardskeerdersbos Orkes, wat al 3 dekades saam muziek maak. Mense soos Stompie Heinz, Piet Smit, en die man met die skor stem, Mani Groenewald. Die Strandveld se eie Mick Jagger. Die geek van die Baardskeerdersbos Orkes is 'n mengsel van konsertina klub en boere burlesk. Onder jong mense soos hier aan die Weskus is Omani veral bekend vir sy ondeende lirieke. Dit is zwaar te werk nie. Dit is zwaar te werk. Prachtig. Speel het voor komen niet. Oppakken, afpakken. Kijk dan. Zorg. Goed, wat het ontvang je uit? Yes? Ons gaan op breakfast. Je gaat er geen zee? Nee, ons gaan ook weer breakfast. Hoe ga je ook zo? Ons gaan ook breakfast, ja. Ja, kom. Goeie man, James. Nee, ik ga niet meer doen. Met Omani wil een mens graag muziek gesels. Maar het is soms moeilijk om vast haar plek te krijgen. Maar kijk Omani, iemand zoals Johnny Cash, nee? Johnny Cash, ken sy muziek? Johnny Cash, hy het... Tijdens sy besoek in 2013 het Omani gesê hy oorweeg dit om die gitaar neer te lê. Maar jy kom nou op het kop waar jy moet sê nou het ook genoeg. Jy wil dat doen, nou is het klaar. Maar wat soos ek? Ja, ben bij je, alles. Ja, ben afdraan. Ja, ik doe niks meer. Opdraan, afdraan. Goed inpakken, uitpakken. Dit is ook goed zo'n job daar, man. Hij daar speelde iemand voor mij. Als speakers afdraaien, ik het haar afdraaien, ik dit. Dit was immers een lang pad tot hier. Als jongman heeft Mani op die vissersbote tot zo ver als die Namibische kus gewerkt. Daar heeft Maleier Visserman zijn liefde voor muziek versterkt. Die see het ook als inspiratie voor die jong liedjeskrywer gedien. Ik kan maar rollen, ik kan maar rollen, ik kan maar rollen. Ik kan maar rollen, want ik hou dus lekker vol. Je houdt niet fit bij een koei. Ja, nou kom ik daar. Ik kan maar rollen, ik kan maar rollen.
weet dat man hij moet niet roeien, wel die brand, die roeien wat moet die lucht als die masses. Maar je gooi, moet je roeien eraan zetten. De zandonkie, nog eens kapot. Hij mag niet pompen, wel niet pompie. Pompen is scheet bij dit. Maar die batterij pompje scheet dit. De batterie. De persoon die in mijn koppen komt, wordt bang. Ik ben hond. Ik ben hond, ik moet niet verspreiden op uw grond. Dat kan ik gooien niet. Dat is de diep. Dat is allemaal namen van vissers. Je bent hond, dan hond van. Allemaal oudskappen gaan bij. Ja, dat is oudskappen zijn namen. Jampoon, water is schoon. Verstaan je? Ja. Dat is wel zo'n hond nog. Mag je werken, ze komen maar bij je kop op en toen haak je maar een dikke. Ik heb toch een vijfers. Ik heb een gebeld vallen. Of ik mag doen. Want ik ben bang dat het niet aanstoot heb. Dat is wat ik doen op hier. We zien die. Zijn die wel tegen. Van die liedjes, ik weet niet hoeveel hij bijgeschreven heeft en hoeveel traditioneel is niet, want dit groeit, dit is dus moos wat groeit. Dit is als vermenging van liedjecultuur hier. Mensen zitten niet meer zo in zang in dit, nie, weet wat je wil. Je op je stage staan, licht op je heen, wacht geld tegen. Dit is al baie lekker geweest dan, maar dank je. En hierdie, so hierdie liekie die blauw skuit. Ja. Ken hem hom nog, is dit nog een van onze ou liekies, ne? Ja. Dit is die blauw skuit geweest, ja. Die blauw skuit van daar is eilandse opslaan. So, en daar is die opslaan nou selfe, daar sit op die skuit, ne? Die ouds wat gewerk het. Ja. Daar kom je blauwscheid, zo ver hoor je zien. Hij is gelijk met de eilandse kroeg. Daar kom je blauwscheid, zo ver hoor je zien. Hij is gelijk met de eilandse kroeg. Anke pakke pare hoe, ons gaan daar eens eiland toe. Anke pakke pare hoe. Ons gaan daar zijn aan toe. Ik ben zeer moet dat wij pare hoe. Ik ben zeer moet dat wij pare hoe. Ik ben zeer moet dat wij pare hoe. Ja, dat heeft mij gebeld. Aan dat groezer. Ja, heeft mij voor die boosheid. Toen zei, wat betekent dat? Een kapanke pare hoe. Ons gaan daar naar toe. Zeg, ik weet wat daar niet maar dat weet ik niet zeggen. Dat mag ik geleerd hebben. Maar zelf dat wil het betekenen. Maar je hebt niemand weet het. Nee. Dat wil ik met moment wat die in allemaal gezongen met die paren zijn. Dan kan ik een paar uur. Het is een macht om een schat voor waardevolle liederen. Als je niet meer weet, Hanke Punke Palevu, ons gaan daar eiland toe. Nou, hierdie skeierij wat opreis op die Westkus, en ergens het die Frans in het ingeslip. En hoe Palevu met Hanke Punke by mekaar uitkom, en daar eiland is die eiland die by die band, waar die Shark Channel is. Daai invloede het hy by mekaar gemaakt met sy liedjies, dit is traditionele goed. Wie maak vir Gans baie lekker, het sy pa vir hom toe hy klein was, het ek verlede jaar toe ook navorsing in die radioprogram. Het vir hom, het vir hom geleerd, dit is so oud die liedjie is. Ken je een historie met waar Borrel kan? Vertel een beetje. Ik ken je nog niet. En die 63.
ene. Ah, sy het daai 12 borrel kan. Dis die 12 borrel kan. Hy het 12 borrel kan. Yesterday, so. Wow. Toe die skip staan. Jy gaan by Dinger Point, nee. Oh, ja, ja, wat is die skip se naam? Bulwark. Okay. Bulwark. Bulwark. En wat, hy het vol wijn gewees. Wat, dan vaart hy wijn. Wijn, soep wijn, wit wijn, uitvoer wijn. Hier is hy 4 dagen gedreven op Gaansbaan. En die zie gedreven in water, water. Om meer op te tellen, ons schijt er. Toen schijt er op te tellen, wie schijt. Haal we toegevangen. En ons gedrank. Afwaar op die kaai, en die stukken. Die door gaten gewees, en lekker. Hoe de biegers onder, en drink hij van. Hij lukt op Gaansbaan. Het gekeer, daar op die wijn. Maak eens om die kabel op de kant. 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 En een liedje met naam van Magalies, oor Magalies het ek geskryf het. 14 rooie is voor in die wa. Stieve van my, stieve van my pa, die boom gehoor, dit is stok ou goed. En dele van klein bietjie wijn ook. So ja, ek skuld op. Mani en Mara was vir meer as 50 jaar een span. Die twee het op een dansbaan in die Parel ontmoet en was een type culturele consortium. Augustus 2015 het die dood hulle geskei. Nou gees of soos hulle Engels sê spirit gehad. So ek dink, kyk, hy was na in ons lyf, want hy was 'n mens en mense was vir hom belangrik, net soos sy musiek ook. So ek dink ons harte borrel van Mani Boontjie nou. Ek is so te sê gebore en groot geword in Bibos. Toe ons arme mense en klein, Mani se ma en pa het by ons in die huis gebly, maar aparte vertrek nou. Nou slaap ons 3-4 kinders in een bed. Maar as dit een op kombers in die middel, dan trek ons mekaar op. Daai tyd het ons nie onderbroeke en pyjamas gehad, ons slaap in een kakkiehempie en kal gehad. Maar dit is ons groot geworden. Nee, ek ken van Mani daar al baie jare. Ja, dit is een groot geest wat gegaan het. Ek was soos ek broer, lieve mens. En ons het altyd gelag, nooit was daar woorde of hakerij nie. Dit is al wat ek kan sê, dankie. Paar uur kost het dat hij nog op zoek van zijn greetje en dan wil hij ook nog een greetje opsteken. Ja. Dat is hoe ons Mani ken. Hij is ook lekker stout geweest, moet niet horen nie. Hij is lekker stout geweest. Hij was maar die, hoe sal ek sê, die activeerder in die orkest geweest. En ek denk dat sal ons
vir altyd aan en ons het nou al gepraat, gaan ons nou aan of nie, maar ons dink ons moet maar, hoekom sal ons nou ophou, ons gaat maar voluit wat, want sy gees gaat nog daar lewe. Maar sal voortleef. Hou noord, gaan fliks voort. My pa het vir sy trekker 'n wa gebou met busseats op. En ons het ons eie boombox gebou en elke trekker trip tot en met nou die dag wat ons gery het, is ons by Omani gestop en al 30 mense wat op daai trekker en wa was, is by Omani in die kombuisheen en het hy gespeel en gesing vir die jong mense en dan het hy altyd gesê: "Hulle ken al die woorde, hulle ken al die woorde." Sê ek, ja oom, hulle luister na sy musiek. So die jong mense was mal oor sy musiek gewees. Moet sê, ja, hulle, dit was deel van, dit was die hoogtepunt van ons trekker trip, wanneer ons het gedoen het om by sy huis aan te gaan. Ja. In sy 78 jaar het Omani Afrikaans met woorde en deentjies verryk. En by so 'n eindstuk kombuis kuier, kort voor sy dood, het hy met 'n enkele woord gegroet. Vaarwel my vriende, vaarwel nou. Vaarwel ook jy, my dierbaarste. Vaarwel, vaarwel, nou 1000 keer. Ek sien jou zeker nimmer weer. Daar is woorde wat ons blij maak. Daar is woorde wat ons kwel, maar die woord wat die meeste seer maak, is die enkele woordie vaarwel. Ons gebruik die woord so dikwels, as die scheiding maar en snel, en dit breek ons af tot flinters, net die enkele woordie vaarwel. Heen en weer word ek geslinger, soos een stokkie op die zee. En dat lyk my ek van nooit geen rust of vrede hier beneden.